volgende. Mijn naam is Frank Meeuwsen. Ik ben na 11 jaar in de online bureauwereld te hebben gezeten, zelfstandig ondernemer geworden van mijn eigen bedrijf, The Incredible Adventure Starts Here. En zoals je hier kunt zien, ik hou mij bezig met de strategische mogelijkheden van en implicaties van social media en digitale media. Daarnaast heb ik een boek geschreven, Bloghelden, over de geschiedenis van de Nederlandse weblogcultuur. Ik heb een website lifehacking.nl, waar ik veel schrijf over slimmer werk en slimmer leven. En daarnaast ben ik ook nog docent marketingcommunicatie en crossmedia theorie aan de Hogeschool van Utrecht. Er is mij gevraagd om jullie wat te vertellen over social media en marketing. Maar het punt een beetje, toen ik dus ook zag, ja, Artes en zo, en Kunstacademie. Ik denk van ja, maar weet je, als je het over social media en marketing gaat hebben bij een groep zoals bij jullie, dan bekruipt me een beetje dat gevoel van, ja, weet je, online marketeers, het zijn toch een beetje de tweedehands autoverkopers van het web. Hebben vaak een dubbele agenda, het, weet je, een beetje van die showfele lui zijn dat. En misschien hebben we het er allemaal niet zo op. En dan, dit werkt niet echt cool. En dan sta ik dus hier nu met een praatje met als titel Social Media als Marketing Tool. Dus eigenlijk wil ik het daar maar niet over hebben. Want social media is net zozeer een marketing tool als dat canvas dat kan zijn. Het is niks meer dan een middel. Niks meer en niks minder. Het is een instrument. Net zoals je met canvas of met een billboard, je kunt hele commerciële boodschappen maken. Of je kunt een soort van kunstwerk creëren. Dus ik ga het niet zozeer hebben over social media als marketing tool, maar meer een beetje daar overheen of daaromheen een beetje babbelen. Maar allereerst wil ik het toch nog even over het thema hebben van vandaag, namelijk Friends. En ik heb zeer geïnteresseerd vanochtend naar de verhalen van Stine en de Lama geluisterd en Midas Dekkers. Het punt een beetje wat eruit voortkwam was toch vaak van ja, kun je wel vrienden maken op het web? Bestaat dat eigenlijk wel? Bestaat echte vriendschap? Ik wil jullie een vriend van mij of een vriendin van mij voorstellen. Dat is Janieke Katz. Je ziet hier haar foto's. Zij is geen fotograaf van beroep of van studie. Zij is origineel, heeft zij gestudeerd voor dramatherapie. En toen ze afgestudeerd was, kreeg ze een burn-out. In de eerste jaar al dat ze werkt of zoiets. En daardoor heeft ze een jaar thuis gezeten, niet wetende wat ze moest doen. Ze heeft ook echt letterlijk binnen gezeten. Hoe weet ik dat? Want ik kende haar nog niet tot drie, vier jaar geleden. Maar ik leerde haar kennen op Twitter, een jaar of vier geleden, vier, vijf jaar geleden bijna. Toen Twitter nog een beetje een dorp was, dat je nog kon zien aan het einde van de dag wat er in Nederland getwitterd was. En zij begon met foto's maken en ik leerde haar een beetje kennen en ze begon dus met een aantal foto's te maken. De foto linksboven is een van de eerste foto's die ze maakte. Ze kon niet fotograferen, ze had er geen officiële studie voor gedaan. Maar ze begon maar gewoon en die foto's zette ze online en met die foto's vertelde ze haar verhaal. En vertelde ze over haar depressies en de vlucht uit de werkelijkheid en hoe ze daarmee omging en hoe ze weer terugkwam erin en hoe haar vriend haar daarin steunde. En langzamerhand werd ze eigenlijk steeds beter in het fotograferen. En andere mensen zagen dat en attendeerden elkaar daarop. Daardoor kwam ze wat meer in de media. En kreeg ze uitnodiging om te spreken ook op dit soort evenementen. En de grap is dat in al die vier jaar heb ik Janieke nooit echt gezien en echt gesproken. Wel via Twitter en ook via e-mail hebben we best wel veel contact gehad. Tot een jaar geleden, toen ik voor Samsung werd uitgenodigd om een tablet mee te promoten met een bepaald project, heb ik haar ook uitgenodigd om daar aan mee te doen. En toen hebben we elkaar ook voor het eerst ontmoet en dat was superleuk. En we zijn niet de allerdikste vrienden of zo helemaal niet, maar we zijn wel vrienden van elkaar geworden. En het web en met name social media heeft daar een hele belangrijke rol in gehad.
Wil je meer van haar zien? Check de website. Sorry, ilovejanique.com. Goed. Social media. Zo gauw het over social media gaat, dan gaat het al snel over van die dooddoeners. Ik ga niet vertellen dat ik op de wc zit. Ik hoef er niet de hele dag achter een computer te gaan zitten. Ik heb er geen tijd voor. Waarom zou ik moeten vertellen wat ik op een, dat ik een broodje ei heb gegeten? Of dat de lunch hier heel erg lekker was? Of nou, wat dan ook. Het zijn echt dooddoeners allemaal een beetje. En daar wil ik het ook allemaal niet te veel over hebben. En ik wil het al helemaal niet hebben over social media experts. Because God kills a kitten, als dat gebeurt. Er is iets anders wat essentieel is aan het gebruik van deze nieuwe middelen. En dat is iets wat voor jullie al heel veel gebeurt. Namelijk het vertellen van verhalen. Jullie zijn allemaal verhalenvertellers. We zijn allemaal verhalenvertellers. Dat zijn we van nature. We zijn van nature hele sociale wezens. Moet ik eerlijk zeggen dat ik het verhaal van Midas Dekkers niet helemaal meer precies in mijn hoofd heb, maar hij had er wel een iets ander beeld van me. Op zich zijn we sociale wezens. We willen graag bij elkaar zitten. We willen elkaar graag ontmoeten. We willen elkaar graag in de ogen kijken en een biertje drinken of iets anders met elkaar. En we zijn verhalenvertellers. We willen van elkaar horen. En jullie zijn dat volgens mij ook. Jullie zijn volgens mij ook verhalenvertellers. Door hetgeen wat je nu leert of wat je hebt gestudeerd. Hè, door je kunst, door je fotografie, je concepten, je ideeën, je installaties, noem maar op. En die verhalen, ik denk dat je die heel erg goed kunt vertellen door middel van nieuwe media, social media, digitale media, geef het beestje een naam. Deze man doet dat ook. Hij ziet eruit als een dwerg, Gaby, maar hij is ouder dan ik. Die doet dat ook. Ik ken hem al heel erg lang, uit de begindagen van de Nederlandse bloggersfeer, eind jaren 90. En hij is halverwege, 2005 of zoiets geloof ik, is hij begonnen met kunst te maken. En dat ook weer te gaan vertellen met alle middelen die hij tot zijn beschikking had. Dus hij is zijn eigen site begonnen, wat op zich redelijk simpel is om te doen deze dagen. Op Flickr post hij alle foto's die hij maakt van zijn gallery openings die hij onderhand heeft. Maar ook de eerste dagen dat hij op zijn kamertje in Bussum, boven een café met veel te harde muziek, zijn schilderijen zat te maken. En foto's dat hij tijdens de Tour de France een actie doet om op 11 plekken, meen ik, schilderijen van Lance Armstrong op het wegdek te maken. En daar maakt hij ook foto's van en die publiceert hij en daar vertelt hij over. En hij vertelt nog veel meer. Hij vertelt dat hij, dit zijn wat tweets van hem van de afgelopen dagen, dat hij even een pauze neemt als hij gewoon veel aan het denken is en aan het doen is. Of dat hij even boodschappen aan het doen is. Of hij deelt een link over gewoon een rooftop art, wat hij ergens is tegengekomen. En dan deelt hij weer. Of hij geeft een sneak preview van nieuwe zaken waar hij mee bezig is. En hij doet dus meer dan alleen maar laten zien, dit maak ik en dit doe ik en hier kun je het kopen. Maar hij deelt gewoon delen van zijn leven. En dat gaat zover dat ik gisteravond deze tweet zag. Gisteravond om 10 uur is zijn zoontje geboren, Toby. En dan zie je dus dat dus, hij is ook een kunstenaar, is dat hij kiest ervoor om dingen wel of niet te delen. En ik denk dat dat de grote kracht is van social media. Het is volgens mij de democratisering geworden van het creëren, publiceren en distribueren van informatie en kennis. Nou, klinkt als een moeilijke definitie. Maar het is eigenlijk heel simpel, is dat we hebben nu voor het eerst in de geschiedenis de mogelijkheid om zelf allemaal een verhaal te vertellen. En om dat verhaal op welke manier dan ook te vertellen en dat online te zetten en te delen met andere geïnteresseerden. En die kunnen dat ook weer verder delen. En dat is tot op heden nog nooit gebeurd. De enige manier waarop dat het kon, was door middel van een drukpers, een dure drukpers. Of je had een redactie nodig, of je had een uitzendstraat nodig, of een radiostation. Of een podium als dit. Maar tegenwoordig hoeft dat niet meer. En ik denk dat dat de grote kracht is van social media. En dan maakt het helemaal niet meer uit
Of dat dat nou Facebook of Twitter is, of dat je een blog begint of foto's op Flickr zet of wat dan ook. Het allerbelangrijkste is volgens mij dat je de mentaliteit hebt, dat je de wil hebt, dat je de drive hebt om verhalen te vertellen. Dat je iets gaat doen in ieder geval. De mentaliteit om je verhaal te vertellen, om dat te delen met de buitenwereld. Als je dat hebt, dan de rest volgt vanzelf wel. Kijk naar Janique, kijk naar Gaby, kijk naar vele anderen. Vanmiddag zijn er ook nog wat workshops en zo met een aantal mensen. En dan zul je ook van die cases voorbij zien komen. Zonder dat je hele grote plannen hoeft te maken en er diep over hoeft na te denken. Ik denk dat je gewoon kunt beginnen en gewoon iets moet gaan doen. Dat ziet er wel een beetje gek uit. Hier staat dus mentaliteit boven middelen. Excuses daarvoor. Ik wil jullie nog een paar tips geven ook. Waar je misschien wat aan hebt. Afgelopen week vond een bijeenkomst plaats over crowdfunding. Georganiseerd door Fast Moving Targets. Fast Moving Targets is een online platform. Waar nieuwe ontwikkelingen via een wekelijkse tv-show worden verteld. En bijeenkomsten, boeken, noem maar op. En een daarvan was deze over crowdfunding. En op de link die hieronder zit, bit.ly, FMT, Artes, kun je alle presentaties vinden. En als je nou wilt weten van maar hoe kan ik dus nu mijn publiek, of hoe kan ik mijn plan gefinancierd krijgen of publiek erbij betrekken en wat dan ook. Ga daar eens kijken en als je alleen al een paar van die presentaties bekijkt, en ik denk dat er ook nog wat video's online zullen komen, dan zul je daar zeker enorm veel inspiratie van krijgen. Je komt er projecten tegen, als bijvoorbeeld Voor de Kunst. Ik weet niet of iemand dat kent. Het is een soort platform waar je of zelf kunt investeren in kunstenaars, of zelf als kunstenaar ook je project kunt promoten. Grotere platforms zijn natuurlijk Kickstarter, internationale platform, waar toch wel steeds meer succesvolle projecten uitkomen. En ik heb alvast even de vrijheid genomen om een aantal tips voor jullie op een rij te zetten uit al die presentaties, waar je misschien nu of vanmiddag al je voordeel mee kunt doen. En komt u maar. Ja, crowdfunding tips. De eerste. Vertel je verhaal. Zorg gewoon dat je een goed en duidelijk verhaal te vertellen hebt. Wat wil je overbrengen? Wat wil je bereiken met je project? Wat heb je daarvoor nodig? Dus maak dat gewoon heel erg duidelijk. Het tweede, en dat vond ik wel een interessante, is beperk de periode dat mensen kunnen deelnemen aan je crowdfunding project. Het blijkt met name bij grote sites als Kickstarter dat hoe korter je de periode houdt dat mensen dus een bijdrage kunnen geven. Dat varieert van bijvoorbeeld een euro tot 10 euro tot 1000 euro. Hoe succesvoller vaak die projecten zijn, of dat ze eerder inderdaad het beoogde bedrag halen. Derde, begin bij je familie. Denk niet dat we, omdat we nu op internet zitten, vind ik ook altijd een beetje een soort van misvatting, dat als je iets op Facebook doet, dat je dan 800 miljoen mensen bereikt. Dat is natuurlijk hier gewoon aperte nonsens, dat is gewoon niet waar. En het geldt ook voor dit soort projecten, dat begin gewoon klein. Begin bij je eigen familie, bij je eigen vrienden en probeer daar backers te vinden voor je project. Sluit je aan bij bestaande platformen. Er zijn al een hoop platformen, zijn al actief. Waar je heel makkelijk je kunt aansluiten. Een van de belangrijkste dingen is ook geef dingen terug. Vraag niet alleen om cash of om medewerking of wat dan ook, maar zorg dat je ook dingen terug kunt geven. En het belangrijkste van alles, en dan komen we eigenlijk terug bij de eerste, communiceer. En daar kun je natuurlijk social media voor gebruiken. Daar kun je een blog voor gebruiken, daar kun je Twitter voor gebruiken, daar kun je je Facebook vrienden voor gebruiken, daar kun je van alles voor gebruiken. En wat je daar precies voor moet gebruiken, daar zul je zelf gaandeweg wel achterkomen. Daar heb ik ook niet een soort van 1, 2, 3 stappenlijstje voor of een soort van de holy grail. Daar zul je gaandeweg achterkomen. Maar als je dus, om dan even af te sluiten, in ieder geval de mentaliteit hebt, open staat om digitale media te gebruiken, om social media te gebruiken. En of het nou op een
laptop is, op een pc, op een tablet of op je telefoon. Dat maakt ook eigenlijk niet zo heel veel meer uit. Als je die mentaliteit hebt, dan volgen de middelen vanzelf. Dat is wat ik te vertellen heb.